Welkom bij een nieuwe video allemaal. In deze video ga ik jullie meer vertellen over de courgette. Want de courgette is namelijk een hele dankbare plant. Als deze eenmaal groeit, dan kun je vaak heel veel courgettes oogsten. Eén plant kan wel 30 courgettes leveren. Wow, ik kweek dit jaar bolcourgette. Hier zie je er ook één. En omdat ik in mijn achtertuin moestuinier heb ik maar één plant in de volle grond staan. Want de courgetteplant die heeft best wel veel ruimte nodig. Ik oogste laatst mijn eerste bolcourgette en er zijn er, zoals jullie kunnen zien, al meerdere onderweg. Van mijn eerste bolcourgette maakte ik een heerlijke soep. En ben je benieuwd naar het recept? Kijk dan zeker verder naar deze video. En in deze video ga ik je ook nog wat meer tips geven over het kweken van de courgette. Veel plezier met kijken! Zaai courgette voor vanaf april. De courgette is een snelle groeier, dus zaai niet eerder voor. De planten mogen namelijk pas in mei worden uitgeplant en als je eerder begint met voorzaaien, heb je al vroeg een hele grote plant in huis staan. Een courgetteplant heeft veel ruimte nodig. Houd er zeker 1 vierkante meter per plant op een warme en zonnige plek voor vrij. Het kan zo zijn dat veel beginnende vruchten al vroeg afsterven. Dit kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld doordat het te koud en te nat is. Maar het kan ook zo zijn dat de vrouwelijke bloem niet bevrucht is. Een vrouwelijke bloem herken je aan het vruchtbeginsel dat onder de bloem hangt. Een mannelijke bloem heeft dit vruchtbeginsel niet zoals je hier ziet. Dat bevruchten gebeurt door bijen en hommels. Maar de vrouwelijke bloemen van de courgette staan alleen in de ochtend even open. Na de middag verwelken ze. In die tussentijd moet de vrouwelijke bloem dus bevrucht worden. Bij minder goed weer, en dat hebben we de laatste tijd natuurlijk veel gehad, vliegen er in de ochtend nog niet voldoende insecten, waardoor de bestuiving niet goed verloopt. Je kunt de natuur een handje helpen door zelf te bestuiven. Dit doe je door de meeldraden van de mannelijke bloem tegen de stamper van de vrouwelijke bloem aan te wrijven. Zo zal ook het vruchtbeginsel bevrucht raken en zal er zaadvorming plaatsvinden, waardoor het vruchtbeginsel uitgroeit tot een volwaardige courgette. En dat levert dan een prachtige courgette op, waar ik in deze video een heerlijke soep van ga maken. Hiervoor heb je nodig 1 grote courgette, 1 ui, 2 knoflookteentjes, 2 takjes munt, 2 bouillonblokjes, 800 ml water en 200 ml crème fraîche. Snijd de ui in blokjes en fruit deze met wat olijfolie in een soeppan met de geperste knoflook. Snijd vervolgens de courgette in blokjes en doe deze courgetteblokjes bij de pan met ui en knoflook. Haal de muntblaadjes van de takjes af, hak deze wat fijn en doe deze bij de courgette, ui en knoflook in de pan. Voeg vervolgens 800 ml kokend water toe en daarna voeg je de bouillonblokjes er ook aan toe. Laat dit vervolgens nog even pruttelen. Daarna pureer je alles met een staafmixer totdat het glad is. Voeg als laatste de crème fraîche toe, roer goed door en laat nog even staan. Het is leuk om wat courgetteblokjes en wat muntblaadjes apart te houden voor de garnering. Want kijk maar eens hoe mooi en lekker dat eruit ziet zo. Eet smakelijk en geniet ervan!